Over precies een jaar moet het klaar zijn en één ding is nu al duidelijk. De winterspelen in Sochi worden de duurste spelen ooit. Rusland spaart kosten nog moeite om zich op de kaart te zetten. Want de spelen zijn het persoonlijke prestigeproject van Vladimir Poetin. Ooit was het rommelige vakantieoord Sochi aan de Zwarte Zeekust de favoriete vakantiebestemming van Sovjet-dictator Jozef Stalin. Dobroe Josef Sergeevich. Zijn buitenhuis, de datscha, staat er nog steeds. Maar inmiddels is Sochi de favoriete vakantiebestemming van Vladimir Poetin. Hij haalde persoonlijk de Olympische Winterspelen naar de stad. Al 5 jaar lang is Sochi één grote bouwput. Maar het is bijna klaar. Over een jaar wil Rusland de wereld verwelkomen in een gloednieuw resort van topklasse. Ja, dat is voor het gordel van de государство стоит. Dat we in такой период были всякие трудности с доставкой материалов, все остальное прочее, вот такой великолепный зрит здесь построили. Alles is in no time uit de grond gestampt. Het ijsstadion, de skipistes en zelfs een heel Italiaans dorp. En dat mag wat kosten. Want in totaal kosten de Spelen in Sochi maar liefst 37 miljard euro. De zomerspelen in Beijing waren de duurste spelen ooit, maar Sochi spant de kroon. Het geheel is zelfs 20 keer duurder dan de laatste winterspelen van 2010 in Vancouver. Wanneer het om prestige gaat, wordt er in Rusland niet op een miljard meer of minder gekeken. Het land wil aan de rest van de wereld laten zien dat het goed gaat. Ook al gaat het niet altijd even netjes. Het is een publiek geheim dat er miljarden verdwijnen tijdens de bouw. Zelfs de staatstelevisie steekt er de draak mee. Deze comedians spelen corrupte ambtenaren. Чтобы я, российский чиновник, да бюджетную копеечку себе взял. Моя оценка состоит в том, что хищения составляют где-то от 50 до 80% истраченных денег. De oppositieleider Boris Nemtsov durft het hardop te zeggen. En dat terwijl bouwvakkers volgens mensenrechtenorganisaties slechts 2 euro per uur krijgen. Volgens de organisatie is er niets aan de hand. In accordance to our plan, we built our infrastructure right on time and within budget. Het geld blijft dankzij de olie- en gasbaten binnenstromen. Het gaat de Russen om imago. En dat is onbetaalbaar. Olaf Koens voor RTL Nieuws in Moskou.